Duitse merkje Mara levert allerlei schalen speelgoed, waaronder in de schaal 1 op 16 deze Lambo-trekker. In deze video de review van dit model. Wat ik al zeg, het is in de schaal 1 op 16. Nou, dat zie je wel vaker, onder andere bij Bruder en Brittens. Nou, wat me wel opvalt is dat Bruder soms wat meer detailskennis, deuren die open kunnen bijvoorbeeld. Nou, dat is hier niet het geval, zoals je kunt zien. Maar hij is wel robuust gebouwd, dat moet ik ze meegeven. Het is gewoon sterk werk, degelijk. Het ziet eruit alsof het gewoon jaren mee kan. Nou, de opbouw is gewoon herkenbaar. Het is een echte vent, herkenbare kleuren. Dus dat is allemaal prima. Wat me wel opvalt is, even goed om te in de gaten te houden, er zit wel een standaard trekhaak op. Dus je kunt bijvoorbeeld wel gewoon aanhangers koppelen. Maar de herverrichting past dan weer niet. Dus je kunt niet bijvoorbeeld een hark of schudder hier aan bevestigen. Dat gaan we niet redden. Als we bovenaf toch kijken, zien we hier trouwens een opening. Dat je bijvoorbeeld een hark of een kipper kunt aankoppelen. Die je met de standaard asterbediening weer kunt gaan koppelen. Nou, wat me nog meer opvalt, is dat hij een zogenaamd differentieel heeft. Dus hij kan dus makkelijker op deze manier de bochten. Dat is het hele idee van zo'n differentieel. Hij heeft ook behoorlijk wat, wat kracht, viel mij op. Wanneer je er buiten mee rijdt of een kleine hobbel op, zeg maar, dan trekt hij makkelijk overheen. Dat ging wel goed. Wanneer we toch hier kijken, hier zit het batterijenbakje. Wat even goed is om te noemen, die kun je eruit pakken, openmaken. Er gaan er 4 batterijen in, dus niet 2 wat lijkt, maar er gaan er totaal 4 in. Gewoon AA batterijen. En met de asturing kunnen dus ook het sturen bepalen, wat je ziet dat ik hier doe. Wat mij opviel is wel dat de stuuruitslag niet heel bijzonder groot is, waardoor je dus een wat ruimere draaicirkel zou kunnen krijgen. Wordt dus geleverd hier met deze asterbediening. Nou, wat je ziet, rijfuncties. Hij zwemt dus als het hier begint te slippen. Hier kun je dus zo'n manier gaan sturen. En hier bovenop nog extra functies om bijvoorbeeld wat ik al zie, die kipper of die hark te kunnen bedienen. Dus op zo'n manier wordt hij dus compleet geleverd met de trekker zelf. Afstelling erbij, batterijen regelen. Ja, je kunt morgen eigenlijk aan het rijden. Vind je het een leuk model? Ja, wil je hem gewoon in huis hebben, cadeau doen. Bestel hem dan vandaag naar Tim Speelgoedboerderij via de link die je naast in beeld ziet.